Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Wij gaan eventjes naar de Mercadona, gaan we eventjes de boodschap ophalen en dan rijden we naar Ronda. We hebben een ander plekje gezien bij Ronda. Gisteren zouden we naar een camping rijden, maar die mensen hadden mij een mail gestuurd dat ze niet wisten of er plek was, dat ik maar moest komen kijken. Het zat tot nu toe wel vol, maar misschien ging er een weg. Maar ja, we hebben een andere mooie plek gevonden met water en een grijswater en zwartwater dumpplek. En je kon er gewoon schoon water pakken en meer hebben we niet nodig eigenlijk. En het was weer een gratis plek bij Ronda, dus kunnen we op de fiets naar Ronda toe. Dat is wel een mooie plaats volgens mij. Het wassen van de kleding hebben we al gedaan, niet? Ja, dat wel. In principe zijn we niks meer anders nodig. Nee. Het was een mooie plaats daar ook, dus gaan we daar kijken. Mooi weer is het niet. De zonnepanelen hebben we niet veel aan nu. Maar gelukkig is het anderhalf uur rijden naar die nieuwe plek, dus ik kan de accu mooi even bijladen op de dynamo. De lucht is toch wel anders dan gisteren? Ja, de komende 10 dagen is bijna alleen maar regen voorspeld. Zelfs in het bovenste gedeelte van Marokko. Ja, vanaf hoe verder, we gaan ook direct naar het zuiden een beetje rijden in Marokko. Dus dan wordt het weer waarschijnlijk ook wel beter. Dus ik denk dat we vanaf 2-3 april wel weer goed weer hebben. Zo, slotje er even af. Kijk, zoals jullie zien is het zand weer van mijn ruit afgeregend, het meeste. En bovenop ook, dat zat helemaal onder het zand. Eerst kwam al het zand naar beneden en daarna kwam het schone water weer. Die heeft het zand er weer afgespoeld. Nou, dus er zit hier en daar nog wel wat hoor. Dus ja, maar ik heb al op het dak gekregen. Ja. Maar de zonnepanelen lag geen zand op. Oh. Dus het was eerst een laag zand en toen daarna weer schoon water. Dus alles is eraf. Hier een heel mooi golfje soort. Je ziet het niet goed. Hele mooie golfbaan. Niet normaal. Ja, mooi hoog op de berg. Ja, en daarboven allemaal appartementen erbij. Ja, ik golf ook wel eens. De laatste tijd nooit meer, maar. Ook niet daar, ik ben ook niet goed of zo, maar ik golf wel eens. Blijkbaar heb je toch nog tolwegen, want wij kwamen hier door een tolpoortje heen en moesten 8,60 euro betalen. Nou, ik dacht dat de tolwegen weg waren in Spanje, maar blijkbaar dus niet. Ja, dat had ik online gelezen. Ja. Dit ziet er mooi uit. Het wordt hier ook weer wat groener. Ja. Er zit wel begroeiing op de bergen hier. De kale vlakte zijn voorbij. En dan rond maar wel, ja. Ik heb een afslag gemist. Er wordt een andere tolweg opgestuurd. Dat kost me weer 5,80 euro. En ik moet een half uur om. Dus 5,80 euro weg en een half uur rijden aan dieselweg, helaas. Jammer. Zonde van de tijd. 5,80 euro moet ik niet zoveel, maar een half uur rijden. Dat is jammer. Ik weet ook al hoe het komt dat we verkeerd reden. Of verkeerd dat we de tolweg op gingen. Ik had dat altijd standaard uitstaan in Google Maps. Maar ik was gisteren natuurlijk bezig geweest met die route van Marokko. Toen heb ik al die instelling even veranderd. Vandaar dat er nou de tolwegen opgestuurd zijn. We moeten nu 55 minuten de bergen in met kronkelweggetjes, dus 48 kilometer en dan doen we bijna een uur over. Er zitten echt tientallen golfbanen om ons heen, misschien alleen maar golfbanen, overal. Heel mooi. Allemaal in de bergen en hier nog zelfs wel in de stad. Ja. Maar daar staat Marbella toch ook onbekend op het golfbaan? Weet ik niet. We gaan nou de donkere lucht in. Hier is het nog mooi weer, maar in de bergen is het helemaal zwart. Daar gaan wij heen. Wij gaan het slechte weer tegemoet. Dus ik hoop dat het wegtrekt. Anders zitten we de hele dag in de camper. We rijden hier midden door de wolken heen. We zijn nog iets van 1200 meter omhoog geklommen. Maar het is hier aardig bewolkt. En regenachtig.
hebben een plek. Met een beetje modderig. Ja. Het zit een, te ver van Ronda af om te fietsen. Het is iets van 6 kilometer op heuvels en dingen. Een bergjes. Hier kunnen we water pakken. Dan gaan we dat zo eventjes doen. En dit is de mooiste route die we gereden hebben tot nu toe in Spanje. Ja, dat hebben jullie ook via de timelapse al gezien, toch? Ja, dus als je een hele mooie route willen rijden, moet je van Marbella naar Ronda rijden. Ga helemaal met slingerweggetjes omhoog, zeg maar vanaf zeeniveau tot 1200 meter hoogte. En nu zitten we op 700 meter hoogte, dus we zijn wel weer 500 meter gezakt. Maar dat was echt een hele mooie route. Nou is het wachten op deze camper en dan gaan we eens even water pakken. Ja, water even lozen. Ja. Ik sta water te tanken hier. Al iets van 10 à 15 minuten. De tank zit maar half vol. Het duurt heel lang, komt een heel klein straaltje uit. Dus we staan hier nog wel een kwartier. Maar maakt niet uit, het regent toch. Maar rond 3:30 wordt de regen minder. Dus dan kunnen we even gaan lopen en even het dorpje laten zien. Als het minder wordt. We kijken hoe de komende week eruit ziet. Regen, 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 regen. Elke dag regen. Ja, wat verder naar het zuiden en dan Marokko en dan wordt het vanzelf wel een keer minder. Dus de komende dagen nog even regen en denk binnen een week zit het alweer in het lekkere weer. Dus dat zit wel goed. Nou, even snel editen. En dan gaan we even een stukje lopen. We hebben de accu niet goed vol vandaag. Er is geen zonlicht bij vandaag. En we hebben 1,5 uur à 2 uurtjes gereden. Dus ik denk dat de accu half vol zit of zo. Ongeveer. Maar daar redden we het wel op. Als de vlog maar online staat, dan is het goed. De rest hebben we hem niet nodig. TV kijken hoeft niet per se. Dus ik ga even editen. Dan is dat in ieder geval klaar. En dan gaan we even lopen. Het is een graad of 10. Het is behoorlijk frisjes. Ik ga deze zak afval even wegdumpen. Ik weet nog niet waar. Maar dat gaan we onderweg wel even opzoeken. Ik heb de vlog geëdit. Die is nu aan het uploaden. Dus ik ga nu eventjes lopen. Het is gelukkig droog. Dat wel, ja. Hier een basisschool. Ja. Normaal staan er overal prullenbakken. Overal waar je kan kijken in heel Spanje, overal staan prullenbakken. Wel vier. Ja. Ja, alleen kleintjes. Er past er net niet in, denk ik. Dat zie je daar nog één. Oh, hier staan ze ook wel overal hoor, ja. We waren in Thailand. En daar kon het afval nergens kwijt. Er stond maar op heel weinig plekken prullenbakken. Oh, daar heb je ook veel prullenbakken. Oh, ja. Nou, zien jullie ons zo weer. We hebben niet op Google Maps gekeken, maar we gaan gewoon even lopen. Ga gewoon lopen zonder op de map te kijken. Komen we vanzelf al wat tegen. Wat voor dag is het? Maandag. Dan zal alles wel open moeten zijn, toch? Als er al wat is. Nee, maar is dat nu nog iets met die... Dat is ook wel... De laatste reactie is dat er een dag is dat alles meestal dicht is met deze week. Oh, dat zou kunnen, ja. 2 meter breed kan hier zijn. Gaan we eens even kijken. Tot nu toe is het nog aardig breed. Dan een hele mooie straat, hè? Ja, mooi. Al die huisjes. Ja. Dat vind ik echt leuk. Dit zijn wel een hele mooie huizen, ja. Ik wil hier een foto te maken. Ja, doe maar even. Geluk met de foto. Ja. Een mooie deur ook. Ja. Het is heel rustig, er is niemand op straat. Oh ja, daar is het natuurlijk maar 2 meter. Ik dacht dat die straat is heel breed. Je zou er maar in rijden met de camper. Dan zit je er hier klem tussen. Die bocht kan je ook niet maken. Nee. Ook al zou je wel ertussendoor passen, je kan hier nooit die bocht maken. Dus even kijken, waar gaan we heen? We gaan rechts. Rechts? Of links? Nee, jij wel rechts, oké. Okay. Volgens mij is alles toch wel dicht vandaag. Ik denk het ook. En er is ook niemand op straat. Ja, net in de kroeg zaten een paar mensen, zeg maar. Het ziet er wel heel leuk uit, al die huisjes en winkeltjes. Alleen het is dicht, dat is jammer. Ja. Mooi dorp. Ja, ik wil net zeggen, het dorp zelf is wel heel leuk. Ja. Dit is de naam van het dorp. Hier, en in de midden, hier in het midden van het dorp een groot hotel. Of groot, het lijkt best wel groot.
Hotel en spa. Wel een mooi gebouw. Jawel. Daar is een kerk. Kunnen we zo ook nog even kijken. Wil je eens hier helemaal heen lopen? Ik weet niet waar we lopen. Ik weet het ook niet. Volgens mij ga je er hier weer uit, denk ik. Dus we gaan daar maar even heen. We lopen wel even richting de kerk. Dus even kijken of daar wat te bekijken valt. Nee, het is allemaal dicht. Ik loop hier in één keer langs, zegt Annie, wow, kijk die deur. Een hele grote deur, ja. Annie, ga er eens voor staan. Kun je even kijken hoe groot die is. Ja, dat is een groot deurtje, hè? Ja. Heel mooi. Wel een hele mooie deur. Duur deurtje, denk ik. Ik weet niet wat voor feestweek of feestdag er precies is. Ze hebben ook allemaal vlaggetjes hangen. Daar ook al een paar huizen. Dat heeft met die wink. Ja, daar hebben ze het ook. Hier ook. Ik ga het zo wel even weten. Ik zal het zo even opzoeken. We zagen net al een ooievaar vliegen over de camper heen. Ja, die zit op het nest, op die pijp. Meubelwinkeltje. Oh. Zag je die brandende motor wel? Motor? Nee. Oh, daar. Die zag je niet. Ik was even bij het meubelwinkeltje aan het kijken. Dat weet ik. Want dat is nu dezelfde kerk. Hier zit een slagerij. Daar aan de zijkant waar we net liepen was een winkeltje. Jij kon het van buiten niet echt zien. Ze hebben ook een hele muurtekening erbij. Echt? Ja, en dat zijstraatje. Ja. Ja, er is wel iets aan de hand met het feest, hè? Ik zal zo nog eens even opzoeken wat er aan de hand is. Dit komt ook aan de andere kant, dan ga je in. Nou, ik weet niet wat het is. Even kijken of we erin kunnen. Weet het niet. Ik heb even toestemming gevraagd binnen, maar dit is dus een winkeltje. Ik dacht, dit is de moeite waard om even te filmen, dus ik loop even opnieuw naar binnen. Het is echt super mooi, zo'n winkeltje heb ik nog nooit eerder gezien. Ik krijg hier gewoon binnen. Kijk dit. Helemaal in een oud gebouw. Allemaal lekker vlees. Heel mooi, hè? Hier heb ze een kantoortje eraan vast. Daar zat die man net achter de computer. Ziet er heel mooi uit. Is dat een oude gehaktmolen? Ik denk dat het wel zo'n oude worsten draaien. Ik denk dat je hier worsten mee draait. Er liggen allemaal stukjes worsten. Zal ik jullie eens even de worsten laten zien. Erg mooi. Leuk dat ik even mocht filmen. Dacht ik vragen maar even, is ook daarom filmen naar binnen te lopen natuurlijk. Ja. Ik ben blij dat ik even naar binnen weggelopen. Dat is echt een heel mooi winkeltje. Ik dacht eerst, wat is dit dan? Een klein halletje. Maar toen liep ik even door en toen zag ik dat het een winkel was. Dit dorpje is zeker het bezoeken een keer waard. Mocht je hier in de buurt zijn, vlakbij Ronda of zo, dan zou ik gewoon op deze plek, dan zou ik gewoon op deze parkeerplek een keer een dagje gaan staan, waar wij ook staan.
En dan heb je hier gewoon een dagje om even rond te kijken. Ja. Het is nou allemaal dicht, maar als dit allemaal open is, dan is die wel leuk. En je hebt ook op die parkeerplek heb je allemaal voorzieningen. Ja, je kan het water pakken en water dumpen. En de wc ook leeg, ja. Dus dit is zeker de moeite wel waard om hier een dag door te brengen. Nou, in één dag heb je het ook al gezien, want het is best wel klein. Een kapper, moet ik ook nog heen. Nou. Ik denk dat ik in Marokko naar de kapper ga. Dat lijkt me ook wel een ervaring. Kijk eens, de wolken vlak boven ons hoofd. Ik kan de bergtoppen niet meer zien. Wel een beetje een baggerbende door al die regen. Maar het is echt een leuke plaats dit. Maar morgen er weer vandoor. Zeker de moeite waard om er heen te gaan als je in de buurt bent. Ja. Ja, alleen de route vanaf Marbella hierheen. Dat is al het mooiste. Dan zou ik wel die route pakken. Het is echt een mooie weg naar boven. Als je van bochten houdt en leuke weggetjes, dan zou ik die route opnemen. Dan eten we lekker pasta met kip en olijven. Ik denk dat ik dit wel 2 keer in de week eet. Lekker, dit kan ik elke dag wel eten. Maakt me allemaal niks uit. Sommige mensen kunnen 's ochtends ook geen patat of zo eten. Nee. Als het moet, zet ik de wekker om 4 uur en eet ik een bord patat weg met een broodje hamburger erbij. Dat vind ik alleen maar lekker. Nee, dat zou ik ook niet kunnen. Daar heb ik niet zo moeite mee. Eet smakelijk. Jij ook. Zo, afwas is weer gedaan. Ik heb die 2 lampjes die we hadden gekocht, heb ik daar gedaan. Dat is wel lekker bij de afwas. Hoef die grote lamp niet aan, dan heb je hier gewoon mooi wit licht. Dat is in dit geval wel makkelijk. Lekker helder licht. Want ik was vergeten, aan die kant hebben we ook nog daar, hebben we ook nog 2 ledjes zitten. Daar en daar. Dus die kunnen we sowieso aandoen als we daar zitten. Dus dan hebben we er daar niet één nodig. Dus dit is beter, 2 op een rij hier. Dus dan zie je dit allemaal mooi goed. Met koken en met afwassen. Dus dan hebben we het mooi zo gedaan. Heel veel lawaai. In die zaal. Volgens mij is er een voetbalwedstrijd gaande of zo. Want een kabaal, een gejuich. Niet normaal. Nu weer. Misschien hoor je dat zelfs wel op camera. Het regent alweer de hele tijd. Ik zit in de camper. Nou, dat is ook wel lekker. Ik verveel me niet. Ik ga lekker filmpjes kijken op de telefoon. Morgen gaan we er vandoor hier. Ik zit te wachten tot de boiler tot het lampje uit is, dan spring ik onder de douche. Ga ik douchen. Nou, ga ik daarna mooi vroeg op bed liggen, lekker tv kijken. Ik was net even vergeten te filmen, maar we hebben allebei al even gedoucht. En het is weer tijd om de vlog af te sluiten. Morgen gaan we er weer vandoor. En gaan we richting Algeciras, denk ik, morgen al of niet? Ja. Dat was wel de bedoeling. Ga daar nog even een nachtje slapen. Ga ik tickets kopen. Ga ik een gasfles zien te scoren ergens. Want ik wil sowieso met 2 gasflessen de grens over. Want het is heel lastig om in Marokko aan gas te komen. En als ik zonder gas zit, kan het niks meer. Dan heb ik de koelkast niet, kan ik niet koken, helemaal niks. Dus dan heb ik een probleem. Dus ik moet 1 gasfles erbij hebben, dan redden we het waarschijnlijk wel. En verder, ja, verder gaan we niks doen, denk ik. Dat is al, dan is de dag erom. Ja, en mijn drone laat ik dan bij die kerel in het kantoor liggen. Dat mocht, ik had hem gebeld. We hadden ook al filmpjes gezien, hè? Ja, hadden we ook gezien bij iemand anders dat er kon. En dan overmorgen, waarschijnlijk overmorgen naar Marokko. Ik zit trouwens nog net, of die vlog, waarin we uitleggen hoe we deze reis kunnen maken. Hoe we aan het geld waren gekomen, zeg maar. Die is net online gekomen. We krijgen heel veel reacties erop. Gewoon de meeste reacties ooit tot nu toe, volgens mij. Dat vind ik wel leuk. Hele leuke reacties. Ja, ook leuke reacties zeker, ja. Alleen maar leuke reacties. Zeker. Dus bedankt in ieder geval daarvoor, voor het reageren en het kijken. Ja, bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en hopelijk komen jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Doei, tot morgen. Tot morgen.